Evert, de eerste marathondag zit erop. Lukt het nog? Ja, zeker, want het was ook een dag waar ik naar uitkeek. Eindelijk 4 wedstrijden, 8 uur voetbal om te bekijken. Voor mij is dat zoals een orgasme eigenlijk. 4 WK-matchen op 1 dag. Ik heb wel een klein babytje thuis, dus dat begin ik stilletjes aan wel te missen. Het is lang geleden dat je nog een orgasme hebt meegemaakt. En de hashtag Ik doe mee met Evert leidt ondertussen zijn eigen leven. En dat vind ik fantastisch om te zien. Dat sleurt mij er ook door. En ik probeer die mensen ook te motiveren via Twitter. Dus voilà, we zitten zo in een spel. Er was iemand van de Vlaamse overheid die zelfs meedoet. Maar... Dus die is voetbal aan het kijken met ons belastingsgeld. Ja. Dus dat kan ik alleen maar aanmoedigen, zo. Je ziet er ook echt niet moe uit. Het is ook nog maar dag 3, het zou eigenlijk maar erg zijn. Hè? Maar het komt nog altijd in orde. Ja, het komt zeker in orde. Voilà, mensen moeten ook maar laten weten, als jullie nog altijd alle matchen kijken, hashtag ik doe mee met Evert. We hebben vandaag ook weer 2 topgasten. De een heeft al 2 keer voor de Rode Duivels gespeeld en de ander was al 2 keer de woordvoerder van de Rode Duivels. Ja. Welkom Richie De Laat en Karel Dirkses. Ja. Dank u. Het laatste beeld is dat Richie yes roept. Ik heb verdomme gewonnen. Hoe had jij gewonnen? Maar ja. Er zijn geen bewijzen van. Beerschot heeft Antwerp vernederd. Geschiedvervalsing een beetje, die clip. Voilà. Mocht. Richie, hoe gaat het met u? Ja, goed, dank u. Ja? Ja. Hoe is dat als speler om een winterbreak te hebben eigenlijk? Ja, ik ben blij om 2 weken even rust te hebben, even thuis te zijn. Maar ja, zoals iedereen, voelt het gewoon raar aan om nu een wereldbeker te hebben. Ik voel, als ik echt eerlijk moet zijn, ik voel de beleving helemaal niet voor deze wereldbeker. Okay. Vandaag toch wel? Ja, vandaag wel, omdat dat natuurlijk was een, het was een grote dag, een speciale dag in mijn vakantie voor naar hier te komen. Om met jullie al die wedstrijden te zien, ja, was top. Maar dus je hebt wel vakantie nu? Het is niet dat jullie doortrainen? Of... Nee, ja, we hebben 2 weken vakantie gehad na die wedstrijd tegen Brugge. En wij beginnen maandag 28 november terug te trainen. Oké. Okay. Ik zei het al in mijn intro, 2 caps voor de Rode Duivels. Had dat er meer moeten zijn? Dat hadden er meer kunnen zijn. Ik denk dan vooral 2 jaar geleden, met de corona, denk ik, was er misschien in mijn ogen wel een kans om terug opgeroepen te worden. Was er sprake dat je mee naar de Euro's ging? Had mee moeten gaan. Ja, er was sprake van, maar ja, op zich, ik beslis dat niet. Er is iemand dat beslist en die heeft anders beslist. Mag ik uit de mensen biecht klappen daarover? Graag. Maar niks over mij. Ik heb het er met Richie ruimschoots over gehad. En Martínez heeft je nooit gebeld, dus nooit echt concreet geworden. Nee. Dan weet je dat hij misschien ook niet op de longlist stond, terwijl wij dat allemaal wel dachten. Toch maar weer het bewijs dat Martínez niet bezig is met wat er in de media gezegd wordt. En zo. Nee. Totaal niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Hè. Dat hoeft ook niet voor hem. Hij heeft zijn spelers. Hij denkt wat het beste is voor de nationale ploeg. En als ik daar niet bij pas, dan is dat zo. En ik zal mijn ei er ook bij neerleggen. Ja. De Kirin Cup heb jij meegedaan. Hè? De Kirin Cup, ja. Ja, dat was wel top. Ik weet dat nog. De micro bedekt het een beetje, maar je hebt een pul aan van Mr. Antwerp. Ja. Is dat een pul van uw eigen? Nee, dat is niet van mij. Dat is... Iemand dat veel meer bewezen heeft en gedaan heeft voor Antwerpen dan wat ik heb gedaan. Oké. Okay. Ik vind wel dat de micro heel goed hangt. Dat is toch gewoon mister? Mister? Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ver dat die micro maar Vic Mees. Dus er is momenteel ook een hele tentoonstelling zo op de Boszuil. Ik ga het boeken er even bij pakken, want we mogen dat weggeven. Ja. Blijkbaar. Ja, die mogen ook weggeven aan een gelukkige kijker. Voilà. Een prachtig shirt ook op de cover. Het lijkt Ajax. Ja. Het is Antwerp. Een boek voor u. Ik zou het misschien eerst lezen voor we het weggeven. Okay. En jullie kunnen dat winnen door op onze Instagram te kijken of op de Instagram van Antwerp zelf en mee te doen aan het pronostiekspel. Voilà. Goed. Karel, de meeste mensen kennen u als de woordvoerder van de ideale wereld. Mm-hmm. Maar je bent ook professioneel commentator. Ja. Hobbycommentator noem ik dat. Hobbycommentator? Word je er niet voor betaald? Heel weinig. Ja? Nee, ik doe Champions League commentaar.
Ja, maar het is niet meer zo... Vroeger werd je zo wat weggezet als de man van de kleine ploegen, maar dit jaar hoorde ik je al op Atletico Madrid. Atletico Madrid, Leverkusen. Ja. Ik heb ook voor het eerst een co-commentator gekregen. Bent aan het stijgen op de rank. En Richie heeft laten weten dat zijn droom is om co-commentator te doen. Met een droom. Dat hij het gewoon eens wil doen. Nee, dat is wel waar. Volgend jaar is met Richie samen een match te mogen. Ja, dat is wel iets... dat ik misschien wil proberen voor zoiets echt live een wedstrijd commentaar te geven. Dat zal dan toch voor ATV zijn, denk ik. Nee, maar vandaag moest Floris Geerts wel invallen als commentator. Ja, ik heb het gehoord, ja. Wat moet er gebeuren voordat jij eens mocht invallen op zo'n WK? Ik weet dat niet. Heb je nog nooit aan gedacht van... Oh, als ik kan me die briefjes hangen op de VRT, denk ik, zo die je kunt afscheuren. Van commentator gezocht, je weet nooit. Oké. Okay. Nee, dat is wel een droom. Ik zou dat... Allee. Ja? Commentator op een WK, ja. Het kwam nu wel eigenlijk goed uit, want jullie zitten nu met een pauze in de ideale wereld. Ja, ze hebben niet gebeld. Nee. Dat is jammer. Ja. Onze meest begeerde sidekick van België is ook weer van de partij. Welkom, Dennis. Dag, Sam. Je ging vandaag naar Mechelen gaan, daar zullen we het zelfs over hebben, maar ik vermoed dat je al een opwarmerke klaar hebt staan op je computer. Ik heb altijd iets klaar staan op mijn computer, ook op deze computer. Het eerste wat hier staat, is eigenlijk speciaal voor Richie. Kijk. Oh. Oh. Voor de mensen die enkel luisteren, het is Richie de Laat in een beerschot-tenue. Dus als je ooit wilt weten hoe het eruit ziet, Richie, zo was het. Ik kan hem echt niet meer lachen, ik zie het. Maar het zou wel passen, het is... Dat is degelijk. Ja. Nee, helemaal niet. Paars is niet mijn kleur. Zo in uw nadagen, als je moet afzakken? Nee. Ik heb het niet gemaakt, dus ik parapluken op. Zelfs niet, omdat ze in lagere klassen spelen, dan zou ik mij nog niet... zou ik dat nog niet doen. Liever naar Berchem Sport. Liever naar Berchem. Ik zou dat gewoon niet doen. Oké. Okay. Zo simpel, ja. Kijk, Louis van Gaal zou het misschien wel doen, ooit trainer worden van Beerschot. Tenminste vroeger, als Beerschot genoeg geld had gehad. Maar Van Gaal is nu dus bondscoach van Nederland. En Louis van Gaal, dat is altijd entertainment. En hij kreeg vandaag bezoek van zijn vrouw. Ik kan wel naar het hotel komen. Dat komt bij mij op de kamer. Kijk, Louis van Gaal, the gift that keeps on giving. De sfeer zit goed. Ja, fantastisch, toch, die mens. Voilà, Evert, je hebt een trainingspak aan van Frankrijk. Zeg jij, net zoals ik, een beetje fan van Les Bleus dan? Ik ben fan van de Wereldbeker. Dat weet ondertussen iedereen. En dit is van de Wereldbeker 98 in Frankrijk. Want ik heb helemaal niets met Les Bleus eigenlijk. Elke keer als ik in Frankrijk op vakantie ga, dan voel ik me daar wat ongewenst. Oei. Ja, weet niet, die hebben zo'n arrogante attitude, de Fransen, toch? Dat is zeker waar. Dat is niet mijn liefste tweede land, zeker niet. Nee. Dus van mij mogen Les Bleus zeker geen wereldkampioen worden. Ze konden wel overtuigen vandaag. Ja, ze waren echt top. Top. Oké, ze komen achter, maar daarna zetten ze het recht. En die voorlijn, die spelen precies al 100 jaar met elkaar samen. Dembélé, Mbappé, Giroud. Dat vloeide, dat ging, ze scoorden zo makkelijk. Nee, ze zijn samen met Engeland de ploeg die het meeste indruk maakt. Het was wel tegen Australië, hè? Ja. En je gaat zo, ja, toch? Ja, nee, absoluut. Ik heb daar ook staan. Was Australië vandaag wel een waardemeter? Ja, 10 minuten, hè. De typische wedstrijd. Die spelen 10 minuten top met mes tussen de tanden. Ze maken een goal. En dan, als het lang duurt, kan dat lang blijven staan. Want dan wordt Frankrijk zenuwachtig. Maar ze maakten dan snel de 1-1. En dan zie je heel dat matchbeeld kantelen. En dan wordt dat echt een... Allee, ik heb al heel veel kleine ploegen bekeken die tegen grote ploegen spelen. Die komen niet meer over de middenlijnen, die Australiërs. Die lopen alleen nog maar achter de bal en achter een Mbappé en ze kunnen hem niet inhalen. Het is, Maar als je naar de selectie van Frankrijk kijkt, is het wel, als je ziet, de blessures dat ze ook al hebben gehad. Ze zijn het meest onthoofd toch van alle landen. En wie dat er dan nog altijd kan opkomen voor iemand, de linkse bak gaat eraf en zijn broer komt erop. Geeft een assist, speelt een goede wedstrijd, had nog 2-3 assisten kunnen hebben. En dan gooi je er nog een Koundé, een Fofana, al die spelers erop. Dat is, ik denk, de meest complete selectie ja, dat daar is. En die hun achterlijn is gewoon heel Bayern München. Die spelen... Ja, dat is toch. Ja. Upamecano en wie was er nog allemaal? Hernandez, Pavard. Die mannen spelen al een heel jaar samen en die moeten zelfs niet meer op elkaar ingespeeld geraken. Dat is gewoon de verdediging van een topploeg. Nee, en het was ook wel een tactisch plan, denk ik, van Deschamps om die rechterkant van Australië zwaar onder druk te zetten. Want daar was, ja, dat was echt de gatenkaas. Die rechtsachter van Australië, die Atkinson, ja, zo'n dag wens je niemand toe. Jij zei het is niet leuk om een slechte voetballer te zijn. En dat was wel een beetje vandaag bij hem. Bankrekening bekijkt. Ja, hij staat op een WK, maar vandaag... Dat was in Australië die een Mbappé niet kon inhalen. En ik kon dat snappen, want ik heb ook heel vaak op heel laag niveau... Te traag geweest voor mijn spits. Oké. Okay. Als verdediger. Jij bent ook geen fan van Rabiot, heb je gezegd? Ik heb het niet voor man buns. Gareth Bale, alles. Ja, nee. Ik vind dat zo. Alles wat zo lijkt op een toegeknoopte vuilzak van achter. Ik vind dat overdreven, dat moet niet voor mij. En Rabiot, het is geen echte man bun. Het is niet dat van boven op zijn hoofd staan, maar zo dat.
Ja, ik vind dat wel aanstellerig. En maar hij is wel ook zo de vreemde in de kern, toch? Ja, het is een sterrenensemble, toch een beetje Frankrijk. En hij, ja, hij speelt altijd wel bij grote clubs en hij heeft ook altijd waanzinnige contracten gehad. Maar het lijkt een vreemdkörper, maar hij was weer beslissend. Ja, ja. Het is ongelooflijk, hij was echt beslissend. Dus Deschamps rekent er echt op, want hij heeft Camavinga op de bank. Alleen een wereldtalent Real Madrid. Rabiot, nee, Rabiot start. Het is wel een goede Franse naam. Het is zo, die zou kunnen in Les Misérables meedoen of zo. Rabiot! Ja, en daar heeft hij wel die Membun voor nodig. Wat voor in Les Misérables? Ja. Dat weet ik niet. Ja, ik weet niet welke Misérables dat jij gezien hebt. Maar. Ah nee, ik denk aan de drie musketiers. D'Artagnan, daar denk ik aan. Dat zou ik nog eens zien. Is Giroud nu goed of niet? Ja. Ja? Ja. Maar waarom is er dan altijd twijfel over of hij bij de topspitsen hoort of niet? Omdat hij niet de kwaliteiten heeft zoals een Mbappé bijvoorbeeld. Hij gaat niet weglopen van een verdediger. Hij gaat geen 2-3 overstappen doen zoals een Messi of een Ronaldo. Maar hij is wel mede topscorer van Frankrijk. Dat is toch zot? Ja, je zou kunnen zeggen, ik denk dat het zo is. Zijn traptechniek, zijn afwerking is van een hoger niveau dan een Mbappé, ja, denk ik. Zeker. Alleen ja, bij de Franse nationale ploeg, je had de vloek van Rusland. Hij heeft daar niet gescoord. En dat werd wel altijd gezegd, ze zijn kampioen geworden met Giroud, maar hij scoorde niet. Ja, dat heeft hij vandaag wel helemaal rechtgezet. En ik denk dat hij grote kans maakt om topschutter te worden. Dat is natuurlijk geen boude uitspraak, dit. Ik denk dat iedereen dat denkt na vandaag. Maar ja, die halve Omal die daar, ja, hij er nog naast trapt. Hij is in vorm. Hij had het record kunnen evenaren, die Omal. Dat was wel mooi geweest. Hij is in vorm. Maar ik had wel het gevoel, als hij Mbappé knuffelt, hij voelt wel, dat wordt wel mijn opvolger qua record. Ja, dat fenomenaal. Dat was hoe het hier vandaag echt speelt. Dat was, ik denk dat er, zoals we er juist bezig waren over rechtsback, het is maar Australië, het voelt niet goed om een slechte voetballer te zijn. Ik denk niet dat er heel veel rechtsachters vandaag Mbappé hadden kunnen stoppen. Nee. Maar waar is het met Mbappé dat iedereen wel erkent dat hij goed is, maar dat je er toch zo geen fan van bent? Zijn jij ervan? Wat arrogant. Het is zo, hij begon ook zo wel zo achter zijn steunbeen te spelen tegen Australië. Dat is zo wat vernederend dat je niet moet doen. Ja, de jeugd komt er waarschijnlijk zot van. Ja. Maar hij heeft veel krediet verloren met dat spelletje tussen PSG en Real Madrid. Toch? Ik denk dat wel nog altijd mee. Het allerlaatste zo nog. Het was daarvoor toch al dat je zo... Een druppel. En nu is het weer van, wat gaat hij nu weer doen? Het is wel mysterieus en misschien houdt hij net van die mystiek rond zijn figuur, maar het maakt hem niet amabel. Maar zeggen wij als Belgen dit na het time-wasting en zo dat allemaal toen heeft geweest? Dat was toch irritant? Ja, dat was heel irritant. Maar dat is waar je dan als Belg aan terugdenkt. Omdat dat in die wedstrijd gebeurde. Meritje de Laat op het veld had geen waar geweest. Hé, wat wist je in de rechtsbak? Ja, één van de twee had eraf gevlogen. Hoe zou jij een Mbappé stoppen? Bah, zoals vandaag niet. Hoe zou je het proberen? Ik denk gewoon met een soort tactisch plan. Als heel rechterkant moeten gewoon Mbappé kunnen opvangen. Ik denk dat er altijd iemand aan je binnenkant moet zijn. Zodat jij weet als verdediger, ik moet alleen maar mijn zorgen maken om de buitenkant. Maar zelfs dan nog, zijn versnelling is zo explosief. En ik zeg het, je moet gewoon... 1,5, 2 passen ervan af. En dan, wanneer dat hem duwt, hopen op een tackle. En dan, Je zei er juist wel, ik zou hem eerst eens een sprintduelletje aangaan. Ja, ik zou... Ja, een paar jaar geleden, hè. Hij kon hem in alles hebben. Nu niet meer. Ik zou wel eens... Een paar jaar geleden, toen ik zou zeggen, Leicester, Aston Villa tijd, had ik zo wel eens de eerste sprint wel eens willen zien of dat hem echt... En dan los op je doos krijgen. Ja, dat kan, hè. Maar dan weet je dat voor de volgende keer. Daarna is het stampen. Ja, daarna is het alles of niks. Hè. Ja. Het was ook lang bij hem. Hij gaat altijd naar die rechtervoet, maar vandaag voorzetjes met links. Ja. Dus hij was echt heel goed. Hij is oncontroleerbaar geworden. Ja. Je hebt trouwens in Australië gevoetbald. Ja. Hoe kom je daar terecht? Ja, hoe lang hebben we hier al? met het vliegtuig. Ja. Nee, dat was raar. Ik kwam terug naar mijn knieblessure. Ik kwam toen net terug van Antwerpen. Ik had eigenlijk een goede voorbereiding gespeeld. Steve Bruce was toen mijn manager. En ik ging er binnen. Ik zeg, zit ik in de plannen voor dit jaar? Als dat niet is, zou ik graag terug op atleenbasis gaan. Hij zegt, nee, Richie, 100% goede voorbereiding gespeeld. Je zit erbij. En de transfermarkt sloot voor op atleenbasis te gaan, waar dat in Engeland soms 1 of 2 weken na de transferperiode is. En de dag daarna, ik kom er binnen. Ik zeg, hoe zit het eigenlijk? Ik zeg, ik heb nog altijd niet gespeeld.
En dan zegt hij mij, ja, in een ideale wereld had ik u graag op uitleenbasis gestuurd. Huh? Ik zeg, ja, maar 2 weken geleden kom ik op uw deur kloppen. En jij zegt, nee, ik kon u gebruiken, dit, dat. En ik zeg, nu is alles gesloten. Alle Europese markten zijn toe. Ik zeg, wat wil je dat ik doe? Gewoon hier blijf zitten met de reserve meespeel. En jij wordt zo kwaad dat je zo ver mogelijk bent weggelopen. Ja, in Australië. Nee, maar ja, dat was het enige dat nog open was. Ah, ja. Dus, maar en hoe hoog moet u die competitie inschatten? Ja, nu... Nee. Onder België, boven België? Onder België. Ja. Vel boven België, onder België? Ja. Hij stond daar in de spits. Ik wou het juist zeggen. Maar ja, ik heb er 10 matchen in de spits gestaan. Ik heb 7 golen gemaakt. Ik ben een verdediger. Topspits. Ook wel heerlijk wonen daar, lijkt mij. Dat was top. Dat was echt... Is het dan vakantie of werk? Hoe voelt het? Ja, nee, het is... Echt eigenlijk meer vakantie dan werk. Ja, ik heb altijd gezegd, moest Antwerpen ooit zeggen van... Het hoeft niet meer en ik wil nog verder gaan, denk ik... Dat misschien nog wel iets zou zijn dat ik zou doen, maar dan echt voor te leven. Dan zou ik alles hier verkopen en naar daar gaan en gewoon daar blijven. Ja, het was soms te warm wanneer we trainden om 9 uur, 10 uur. En dan was dat gewoon om 6, 7 uur bijeenkomen, trainen. En tegen 9 uur worden pintje aan het drinken op het strand. Hè. 9 uur? Ja, 9 uur. Ja, je wordt op tijd thuis voor je kinderen naar school te doen. Ja. Terwijl ik al een pintje had gedronken. Nee, maar ook zo allemaal... Ja, beeld hebben van Richie de Laat om de schoolpoort. Maar ook zo als kerstmis en nieuwjaar en zo. We hebben dat op het strand gevierd. Oké. Okay. Dat was heel raar. Maar kent je nog spelers die vandaag gespeeld hebben? Ja, de rechtse bak. Ja, die rechtse bak die speelde toen bij ons. Jamie McLaren zat op de bank. En dan nog een paar waar ik tegen heb gespeeld. Zoals Mitchell Duke. Riley McGree heb ik nog mee gespeeld. Die zit nu in Engeland. Ik denk dat er nog een paar op de bank zaten waar ik toen tegen heb gespeeld. Ah, Goodwin, die heeft gescoord. Die speelde toen voor Adelaide. Die is toen even naar Japan of zo gegaan en nu terug bij Adelaide. Oké. Okay. Dus nee, dat was wel een selectie goed gevuld met spelers die alleen uit Australië kwamen. Hm. Hebben we vandaag ook Denemarken-Tunesië gezien? Ja. Denemarken werd zo wat gezegd als de dark horse van het WK. Maar ik vond dat ze dan wat teleurstelden. Ik zou ze hier niet op afschrijven, want... Ik was eigenlijk vooral verrast van Tunesië, die het fysiek aanpakte. Heel veel grinta, heel veel goesting. En die amai. Heb je die tackle gezien van die 14? Ja, die tackelt Eriksen en die gaat... Dat was... Ook overdreven. Ja, dat was overdreven, maar je krijgt wel iedereen mee, toch? Ja, na 30, 40 seconden, hè, moet je dat voorstellen. Er zaten natuurlijk ook meer Tunesiërs in het stadion. En hij doet die een tackle echt hard. 30 seconden publiek opzwepen. Je voelde meteen, en ik denk die Denen ook, van shit... Het gaat toch wat spannender worden en ze hebben daarna volgens mij meer en meer op een punt beginnen spelen. Dus ik zou ze niet afschrijven. Ik denk dat het beredeneerd was vandaag. Oké, voilà. De grote verrassing was wel in de 11-uur-match. Ja. Argentinië verloren van Saudi-Arabië. Ja. Waanzin, hè? Dat is de schok van de eeuw bijna, denk ik. Allee, dat is echt... Dat is echt een gigantische schok, absoluut. Argentinië komt naar hier als een van de topfavorieten. Hè? Dat werd overal gezegd. Ze waren waanzinnig. Hier zien we trouwens... Oh. Ja, maar zie, wij verschieten echt. Leroy Del Tour steekt bijna zijn banaan achteraan in zijn keel. Want verschieten, dat is echt waar. Maar Argentinië kwam naar hier mega lang ongeslagen. Messi terug in topvorm. En ze begingen ook echt wel goed aan die match. Geen vuiltje aan de lucht. En dan Saudi-Arabië keert dat helemaal om. En wij waren echt allemaal in shock aan het kijken. Het was echt een 11-uur match waardig. Ja, ik dacht, je alleen hier zat om 11 uur, maar dat was wel niet echt alleen. Nee, en ook Ward Kermans zat erbij. Die is ook nog af. Allee, die is hier misschien blijven slapen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Saoedi-Arabië was waanzinnig goed, die tweede helft. Ja. En dat waren echt twee matchen. Dus je had de eerste helft, was ik aan het kijken, en dan hadden ze drie afgekeurde golen. En je werd echt aan het denken van, ze zijn ermee aan het spelen. Die Argentijnen, ze biedt 4-5, 6-0. En het is rust. En ik kijk even naar de meet van gisteren, want ik was gisteren in slaap gevallen, helaas. Daar dienen we voor. en ik kom terug en het is 1-2. En dan denk ik, maar hoe kan dat nu? Hoe kunnen die slechterikken van die eerste helft 2 golen hebben gemaakt? En dan heb je dat allemaal terugbekeken en dat was wel indrukwekkend. Maar ja, Lisa, jij bent de enige hier met ervaring. 3 goals afgekeurd zien, ja. Dat kruipt toch in de kleren? Dat kan toch echt de reden zijn dat je de tweede helft slechter bent, of niet? Goh. Ik denk op dat niveau mag dat niet. Je moet er niet over, over blijven nadenken. Dat zal ze meegeven in de kleedkamer en zo waarschijnlijk ook. Want ik denk dat een van die offsides ook heel, heel raar in elkaar stak. Dat hem niet met de juiste man gemeten weer. Dat wordt op Twitter beweerd, maar ja, we weten natuurlijk niet. Nee, je kunt Twitter heb je dat vaak dat er gefotoshopt wordt. Ja, je kunt dat moeilijk soms met blote oog zien. Maar ik denk spelers zoals Messi, Di Maria, die kunnen er toch niet.
bij blijven stilzitten van oh nee, er zijn 3 golen afgekeurd, gewoon zijn dag niet zijn. Mm. In Saudi-Arabië waren ze ook wel een beetje in shock. Allee, positief dan. We hebben jullie reactie net gezien. Dit is hoe ze in Saudi-Arabië onder andere reageerden. Let vooral op de deur daar in het midden van het beeld. Die staat er nu nog gewoon, die hangt daar, maar de deur, nu is die weg. Ineens nemen ze de deur mee en ja, die moest eraan geloven, blijkbaar. Ja. Dus ze waren daar ook wel in shock door wat ze gedaan hebben. Ja, de koning van Saudi-Arabië heeft een nationale feestdag afgekondigd voor deze memorabele gebeurtenis. Ik denk dat dat meespeelt dat dat in Qatar is, want dat is hun aartsvijand. En zij bewijzen daar nu dat ze ook in het voetbal verder staan dan Qatar. En ik denk dat dat hun trots wel enorm omhoog duwt. Het was ook in het stadion heel opvallend. Messi werd uitgefloten bij slechte passes. Dat was ook een slechte match wel. Hè? Ja, maar er waren heel veel Saoedi's aanwezig in het publiek. En dat zorgde echt voor een goede, broeierige sfeer. Het was echt leuk om naar te kijken. En de Messi van het Midden-Oosten maakt het verschil. Dat was wel opvallend. Maar voelen die ploegen dat dan misschien ook dat ze meer kans hebben, omdat er gewoon meer supporters van hun zitten in dat stadion? Zoals in Tunesië zat veel Tunesiërs. Mexico. Dat was in Mexico, die match. Ja. Ik had het gevoel dat er meer Tunesiërs en supporters van Saudi-Arabië zaten dan bij de opening bij Qatar. Ik was me nu vandaag aan het afvragen. Je zegt nu de Saoedische Messi, maar als Messi stopt, wie gaan we dan pakken als referentie? Maar dat blijft, hè? Het is bijna gedaan. De Saoedische Richie? De Saoedische Richie. Ja, maar de coach van Saudi-Arabië, Hervé Renard, mooie naam al. Allee. Prachtige naam. Het is niet de eerste, de beste. Maar we kennen hem, hè, want hij duikt om de zoveel WK's wel eens op. Meestal bij een Afrikaanse ploeg. Hij is ook al 2 maal Afrikaans kampioen geworden. Met Zambia. Ja, met Zambia. Dat is wel straf. Dat is heel dat knap. Dat is meer dan straf. Ja, met die voorkust. Oké, topland in Afrika. Maar het is een heel speciale, charismatische man. Het is een Fransman die vooral houdt van de Afrikaanse cultuur en die daar ook ja, zijn beste tijden beleeft. Hij wordt een Griekse god genoemd door zijn spelers, omdat hij zo afgetraind is. Hij start zijn dag met 2 minutes planking. Dat kan ik niet, hè. 2 minuten aan een stuk planken. Hoe lang kun je dat, Richie? Ik weet niet. Ik denk dat wij maximum 30 seconden doen op training en zo. En dan even wisselen van kant en zo. En 5 dan staat het tweede, hè. Ja, ja, maar 3 seconden. Dat is niet goed genoeg. Hij staat voor een ijzeren voorbereiding. Dus hij is met die mannen op kamp getrokken, maandenlang. En je ziet dat gewoon. Hij heeft fysiek het verschil gemaakt. Die mannen waren top en topfit. En hij doet al die fysieke proeven mee, waardoor dat die spelers helemaal mee zijn in dat verhaal. En dat helpt wel, denk ik. Ik weet niet of dat Martinez mee de bosloop doet en zo. Die gast dus wel, hè. Die ziet er mij niet zo in en uit, Martine. Ziet er ook geen planker uit, Martine. Dat weet ik niet. Dat kan nog. Vrij stijf wel, hè. Dus dat zou niet kunnen. Nu was er weer een verwijzing naar Louis van Gaal, precies. Maar goed. Argentinië was trouwens 36 matchen ongeslagen. En het record, wereldwijde record is 37. Oh. Olé. Weten jullie van wie? Wie is ja. er zo... Hongarije. Brazilië. Italië. Oh, ja. En wij zijn daar deel van die reeks. Ik wou daarop zeggen, maar ik kreeg de kans niet. Nee. Oh, ik wou Italië. Iets te laat. Ja, sorry, ik was toch even. Vonden jullie het penalty? Het was veel lichter dan wat we gisteren bij Engeland hebben gezien. Dus dat was een beetje raar. Maar ik denk dat er op zich wel voor te fluiten valt, maar dan gaan ze het nu altijd moeten doen. Mm. De consequentie van de refs, iedereen heeft het daarover. Ik denk dat we nu wel meer van die penalties gaan zien. Ik vond wel zeker penalty in Mexico-Polen. Ja. Ik hoorde Aster daar zeggen, is dat penalty? Ik vond dat penalty. Ja, we hadden er ook discussie over, omdat ze zo... Jij vond het geen penalty? Ja, ik vind dat die... Lewandowski is zodanig... Was Lewandowski toch? Ja. Ja. Zodanig ook al aan het duwen en dat je bijna denkt dat die verdediger in een reactie... Tackled. Ja, ook de duwje. Dan heeft Richie mij erop gewezen dat er ook een tackle bij is en dat is dat echt niet mag, blijkbaar. Het is de tackle die het penalty maakte. Ja, voor mij ook. Het is een tackle. Hetzelfde als de penalty met Argentinië. Moest die verdediger naar de bal aan het kijken zijn, dan zou je nog iets kunnen zeggen van oké, hij is 2 dingen tegelijkertijd aan het doen. Het is gewoon met dat hij met zijn rug naar de bal zo en zelfs niet naar de bal aan het zien is en dan zo'n fout maakt, dat is altijd penalty. Bij dit wel, wederom, het klokje van de extra tijd, alstublieft, breng het erbij, want ik kan niet meer volgen tijdens de matje. Er is zoveel extra tijd en wij hebben geen klokje. Help ons. Maar ik had dat er net met Frankrijk. Hè. Ik was even naar het toilet gegaan, ik kwam terug en er stond 50 minuten. Ik dacht dat het een 2.5 bezig was. Echt waar, ik kon niet liegen. Nee, dat hebben we al vaker voor gehad. 5 seconden later fluit je even de rust. Oké, jongens, leuk eerste blokje. Wat ook leuk is een reclameblokje. Tot zo.
Dennis, we hebben het er net al over gehad. Jij bent vandaag de straat opgegaan. Ja. Naar Mechelen, naar Evert zijn stad. Ik ga een paar keer per week een stad ingaan met een stelling. En mensen mogen met mij komen discussiëren om mij gelijk te geven of mij tegen te spreken. En wat was vandaag uw stelling? Vandaag was het: het WK van de Rode Duivels is pas geslaagd als we wereldkampioen worden. Het WK van de Belgen is pas geslaagd als we wereldkampioen worden. Ik vind van niet. Het zijn stevige concurrenten, vind ik. Sorry dat ik het zeg, maar ik geloof niet meer in de Belgen. Wauw. Ah, het gaat leuk zijn. Ze gaan misschien goed spelen. Ik heb echt gevoeld dat het pijn dat je dat zegt. Sorry. Ik ga de stelling terugkaatsen. Het WK is pas geslaagd als Frankrijk er meteen uit ligt. Revanche. Oh, het is een heel negatief gevoel wel meteen. Hè? We gaan toch niet naar daar om gewoon te zeggen, ja, we spelen 4 matchjes en als we dan uitliggen tegen Duitsland, tant pis. Ja, nee, fuck dat, hè. Ja, nee, tuurlijk. Nee. En wat is ver genoeg? Kwartfinale. Kwartfinale. Ja. Je gaat niet teleurgesteld zijn dan, als we uitliggen in de kwartfinale. Maar dat ligt er ook weer aan op de manier hoe, denk ik. Dat doet veel, de manier hoe. Ik vind dat echt flauw. Kwartfinale. Het is zoals hij zegt, of nu kwartfinale, of achtste, of finale is, of wereldkampioen, of niks. We stellen altijd heel hoge verwachtingen naar de Rode Duivels. En dat mag, dat moet. Maar net veel te weinig. Moet wel meer die Hollandse bravoure hebben. Naar een toernooi gaan en zeggen, we worden wereldkampioen. En okay, ik ben een halve Nederlander, dus dat zit er bij mij ook een beetje in. Maar je moet wel naar een toernooi gaan met de bal om te zeggen, we worden wereldkampioen. Ik vind het zo niet echt... Ja, onze tijd nu, vind ik, precies. Die mannen die bij onze ploeg spelen, een Courtois, een De Bruyne, een Lukaku, dat zijn winnaars, hè. Die zijn niet tevreden met de tweede plaats. En ik ben nog altijd niet tevreden met die derde plaats van 4 jaar geleden. Jij wel? Meedoen is belangrijker dan. Dat is de grootste, onzin ooit in sport, hè. Meedoen is belangrijker dan winnen. Als jij op een veld stapt, denk jij ooit, vandaag gaan we niet winnen? Je denkt toch altijd, we gaan winnen? Echt? Je gaat er soms voor, maar je weet ook... Je elke match denk je, we gaan winnen. Maar als je nu kijkt naar de ploeg die we hebben, heb je nu echt oprecht een gevoel van, we gaan wereldkampioen worden? De hoop, dat is één. Ik heb die hoop zeker. Okay. En dat vertrouwen wil ik ook ergens hebben. Ik probeer mezelf daar ook een beetje aan te praten. Vandaag. Heb je iets gemist van de match? Voor mij is het geslaagd als je onder vriend samen allemaal kan kijken en... eentje drinken. En als we ons amuseren, wij ook, met de supporteren, dan is het sowieso een geslaagd WK. Ik stop wel met kijken als ze eruit liggen. Is dat erg dat ik dat zeg? Dus met andere woorden, het WK is pas geslaagd als ze wereldkampioen worden. Halve finale, dan ben ik tevreden. Tweede plaats ben ik zeer trots. En eerste plaats, dan gaat het takken af. Allee, Ik vind het eigenlijk een hele mooie samenvatting. Ja, kijk, dan laten we het daarbij. Voilà. Okay, dankjewel, Jeff. Kijk, heel wat... Wie verzint andere die meningen? Stellingen? Verzint jij die stellingen? Ik verzin die stelling, inderdaad. Ja, je gaat toch niet naar een toernooi om gewoon mee te doen, hè? En nee, maar ik vind we hebben het wel teleurstellingen streng. Gehad vorig jaar op het EK naar Italië. Ik was daar niet zo goed van tegen Frankrijk. Ik vond dat heel teleurstellend. Daarvoor tegen Wales, dat was toch het ergste van allemaal, denk ik. Ja, we gaan toch hier naartoe om te winnen. Dus voor mij is het toernooi pas echt geslaagd als we wereldkampioen worden. Is het WK pas geslaagd als we wereldkampioen zijn? Vind ik streng. Vind ik... Het zou wel heel geslaagd zijn als we wereldkampioen worden. Dat was de stelling niet. Nee. Ja, volgens mij gaan we wereldkampioen worden. Ik weet niet, ik heb dat 4 jaar geleden gedacht en ik blijf erbij. Je zegt al, denk ik, 3 jaar tegen mij. Maar waarom? Ik weet dat niet, Omdat dikwijls zo ploegen waar ze het niet meer van verwachten, die doen het toch soms, hè. En dat denk ik nu bij de Belgen. Niemand verwacht nog iets. Niemand denkt nog... Allee, de meeste mensen denken, het zou wel straf zijn als we de eerste ronde overleven. Pas op, ik denk, buiten Belgen denken mensen dat nog wel, hè. Die denken nog altijd van... België, met al die namen, is een van de favorieten. Ja, het viel toch op dat wij niet meer in veel lijstjes terechtkwamen, vond ik. Dat was, nee, maar als dat je van lijstjes hebt, Richarlison de gouden bal van een maand geleden. De eerste 2 zijn geblesseerd afgevallen. Dus wij hebben eigenlijk de beste speler volgens de gouden balranking van de wereld. Hè? We hebben de beste speler van de wereld en de beste keeper ook van de wereld. Maar ik ben nog iemand anders tegengekomen trouwens in Mechelen, die ook op mijn stelling is komen reageren. Ben ik akkoord met die stelling? Waarom niet? Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn en het zou de kerst op de taart zijn. Want wat is een gouden generatie zonder die trofee? Ja, maar dat vind ik niet. Het doet niks af aan hun kwaliteit. Indien dat het niet lukt, dan ga ik niet doodongelukkig zijn. En voor mij blijft dat allemaal fantastische spelers. Je praat nog altijd als een echte bondsvoerder. Ik doe mijn plezier. Ik denk ook niet dat meneer de Keersmaker ooit doodongelukkig kan zijn, trouwens. Dus die man moet de nieuwe FIFA-voorzitter worden. Hij verenigt toch gewoon One Love, dat is er op zijn gezicht getekend. Ik vond een topkerel. Ja.
Vandaag heeft Martinez wel gezegd, Hazard start morgen. Ja. Is veel om te doen geweest. Ja. Ik denk dat niemand hier het ermee eens is dat Hazard moet starten. Nee, maar het is toch... Dat weet ik niet. Nee, niet akkoord? Nee. Ik denk echt dat Martinez ze gelijk wilde halen met Hazard. Ja. Hij, maar dan is het hij, hij is er blijven in geloven, hè? En hij hoopt als nummer één fan dat hij gaat renderen. En dat hem kan zeggen, zie je wel, die had vertrouwen nodig. En ik snap dat ook wel een beetje. Maar hij ziet toch ook de matchen van Hazard? Ja, maar tegen Tunesië, tegen Egypte bedoel ik, was hij niet slecht. Nee, ja. Hij was ook niet goed. Hij deed niks speciaals of dingen. Maar... Nee, voilà, je zag net dat hem zijn speciale dingetjes, zoals zijn kont in dat duel gooien en wegdraaien en versnellen, dat was toch allemaal weg? Ik ben het er niet mee eens. Ik zou hem niet opstellen nu. Maar ik vind het wel echt een ballenmove van Martinez om te blijven gaan op Eden Hazard. Hij is zo adolaat van hem dat hij er blijft in geloven. En zoals jij zegt, hij wil zijn punt maken en zijn punt bewijzen. En hij weet dat hij de credit zal krijgen als het lukt. Ja. Ik vind dat ergens wel knap dat hij nu gewoon doorgaat tegen alle media in, tegen alle kenners. Maar hij Evert, zegt zelfs Hazard. Tegen Hazard zelf in. Ja, Hazard zegt zelf in een persconferentie, ik snap het, als Trossard zou starten, hij zegt in Equipe, ik was in 2018 top 10 van de wereld, dat komt nooit meer terug. Ja. Dus ik heb zelfs het gevoel dat Hazard zegt, fijn, ik zal wel op de bank gaan zitten. Dan we weten wel wat erin zit. Hè. Dus het kan er... terug uitkomen, maar gaat de wereldkampioen worden gebaseerd op hoop? Op ene speler, voor te hopen dat hij terug begint te flitsen. Nee. Terwijl dat er op deze moment een betere speler is, of beter aan het spelen is. Ja. Dan ben je ergens aan het... Ja, maar Trossard heeft nog nooit, en dat is... Trossard heeft nog nooit een topmatch gespeeld voor de Rode Duivels. Heeft ook wel nog maar zeer weinig kansen gekregen. Ja, zeer weinig kansen gekregen, uiteraard. Maar zo blijft je bezig. Ondertussen heeft Hazard veel slechter match gespeeld. Maar dat was met Doku ook op het EK eigenlijk vorig jaar. Hè. En toen hij die gebracht werd, waren we allemaal kei-enthousiast over. Dus dat denk ik van, Martinez, hij kan ze wel zetten op de juiste moment. Maar ik heb een idee. Denk ik. Naast uw mooie Play Sports zak... jij een bord staan. Ja. Als we nu, het is morgen de eerste wedstrijd, als wij nu eens een mid-mid Rode Duivels basiself opstellen voor Martinez. Oké. Okay. Goed? Top. Behouden we de 3-5-2? Ja. Nu misschien niet meer veranderen? Nee, denk ik niet. Ik ga de keeper al beginnen schrijven. Oké, okay. Mignolet. Courtois. Iedereen wil Courtois, veronderstel ik. Ja. Ja. En als hem zou uitvallen, niet erg, want Mignolet is de beste keepers ter wereld tegenwoordig. Dus. Voilà. Oké. Okay. Niet volgens het Champions League elftal, maar dat is een andere discussie natuurlijk. Nee. Centraal van de drie. Toby. Voilà. Oké. Okay. Ja. Dan links en rechts is een beetje de discussie. Het is het elftal dat wij willen tegen Canada. Ik vind dat Richie mag kiezen, want Richie is een verdediger. Dus. Ja, ik zou gewoon Nout voor Jan kiezen op links. Voor de ervaring, want ik vind dat je de eerste wedstrijd moet winnen op een WK of in eenders welk toernooi. En ik denk dat we rechts het vertrouwen moeten blijven geven aan De Bast. De Bast? Dat is verrassend. Okay. Hij heeft u overtuigd de wedstrijd tegen Nederland? Ik vind dat je daar moet blijven in investeren. Kun jij zien, Richie, want je hebt er al tegen gespeeld, tegen De Bast. En denk jij dan van, wauw, dat is een goede verdediger? Nog niet. Maar je zou hem wel opstellen. Ja, maar ik denk echt wel, met de mensen die hij rondom heeft... Denk ik niet dat hij een. Maar dan ga je. Je gaat ervan uit dat je veel meer de bal zal hebben dan Canada. En dat je voetballende verdedigers nodig hebt die opbouw kunnen verzorgen en die goede inspeelpas kunnen hebben. En ja, dan is De Bast misschien meer plausibel dan een mandekker. Ja. Ja, oké. Okay. We hebben gezegd dat Richie moet beslissen. Ja, snap ik. Ja, toch? Oké. Okay. Ja, hij wil coach worden later, hè? Dat is. Hij wil coach worden. Ja. Oké. Okay. Ja. Twee centrale middenvelders. Zeg maar. Ik wil Onana. Ik ook. Links, rechts, midden. Richie twijfelt. Jawel, nee, momenteel ook. Ik denk dat hij goed bezig is voor Als je vandaag die Saudi zag, zo met power en druk, dat is de manier waarop dat je andere landen het lastig maakt. En ik denk dat die Canadezen die gaan dat doen. Die gaan met veel power en veel goesting op dat veld staan. Daar moeten wij iets tegenover zetten. Ik denk ook dat Canada gaat spelen op hun kracht. En dat is counter. Dus ze gaan België aan de bal laten. Dan denk ik dat wij liever spelers hebben die comfortabel zijn met een bal. Ja, maar je moet die bal snel... Wij kunnen zo goed omschakelen. Moet je er 11 hebben die dat zijn? Ik denk de achterlijn en het middenveld moeten toch degene zijn die uit de aanvoer zijn naar de aanval. Wie zitten we naast Onana? Tielemans of Witzel? Ik zou Witzel zetten. Voor mij Tielemans. Ja.
Ja, ik zeg ook Witzel. Met Onana, hè, samen. Ja. Oké. Okay. Omdat we bang zijn dat Tielemans en Onana misschien... Wacht, Rintje zegt Tielemans, hè? Ja. Ja. Hij heeft de verdediging al mogen kiezen. Zijn het er twee die Witzel zeggen? Ja? Witzel. Oké. Okay. Ik zou... Voor mij is het eigenlijk 50-50, die positie. Maar ik ben het wel eens... Een beetje ervaring of een beetje terugvallen op wat we al zoveel jaren aan het bouwen zijn, is misschien niet slecht in de eerste match, nee. Ook niet. Voilà, rechts. Meunier of Castagne, denk ik dat daar de opties zijn. Ja, zou ik nu Castagne zetten, omdat Meunier terugkomt van die zware jukbeenblessure. Ja. Dus Castagne speelt alles bij Leicester. Dus... Ik ben wel fan van Meunier. Ja, ik ook, maar nu Castagne. Castagne. Castagne, dat is beslist. Oké. Okay. Links. Carrasco was goed tegen Egypte, hè? Ja. Ik zou ook altijd Carrasco zetten. Ja. Ja. Zou Martinez nu verrassen en daar Trossard zetten? Nee. Ja, heeft er dit seizoen wel een paar keer gespeeld, hè? Ik sluit het niet uit. Echt, die man die... Martinez is geen fan, hè? Martinez is geen fan van Carrasco, hè? Vorig toernooi was Carrasco in hoogvorm en hij heeft hem eigenlijk een beetje afgemaakt tijdens dat toernooi. Maar op die wingbacks eet hem zo lang. Hij heeft Hazard, Thorgan dan omgevormd tot een wingback. Carrasco eet hem op. En dat is allemaal met 44 oefenmatchen gebeurd. Hè, om te zien en dingen. Die gaan niet in één keer de start van de WK Trossard op de wingback zitten. Nee, het was maar een ijdele hoop. Kan niet. En dan zetten wij Trossard, hebben we dan net besproken. En in de spits? We zetten De Bruyne op 10. Sorry. We zetten Trossard... En in de spits zou ik... ik vind dat een moeilijke, jong. Ik zou toch Openda zetten. Ah, wel, ik ook. Ja, ik ook. Ik was er wel van onder de indruk tegen Egypte. Ah, wel, dat wou ik zeggen, was dat het lichtpuntje die van tegen Egypte. Ah, ja, ze met die goal. Hij start 5 meter... Puur snelheid. Achter de, en hij eet hem nog. Dat kun je niet verdedigen, hè, als er zo een op de juiste moment komt ingelopen. Nee, ik zou ook op Openda zetten, gewoon puur gebaseerd op snelheid. En dan heb je wel, vind ik, want dan zeg je, ja, hij is in de aanwezigheid in de 16, maar dan heb je Onana die kan aansluiten en die dat ook al gedaan heeft in de Premier League, meer als tweede spits. Dus als er dan die voorzetten komen die we wel hebben met Kevin en zo... De Fellaini. Ja, voilà, dan heb je dat. En De Bruyne moet niet te veel lopen. Die moeten ze gerust laten, die moeten er wat centraal staan en toppassen versturen. Niet op die rechterkant te veel diep gaan en centraal wat blijven hangen. Voilà. Maar dit team, als ik het zo zie... Moeten we toch kunnen winnen van Canada. Even overlopen snel, voor mensen die alleen luisteren ook. Courtois van achter, in de goal natuurlijk dan. Jan, Vertonghen, Toby Alderweireld en Zeno de Bast. Daarvoor Witzel en Onana, Carrasco en Castagne als de wingbacks. Trossard, De Bruyne en Openda als de spits. Voilà. Oké, voilà, Martinez. Als je luistert, ik denk dat hem dat wel doet. Ja. We hebben het, hè. Deze is een hobby. Dit is wat denken wij dat hij anders zou doen morgen? Ja, Hazard in plaats van Trossard. Ja, maar... Ja, denk ik. Nee, hij gaat een Batman zetten, hè. Ja, dat denk ik ook. Batshuayi gaat hij zetten. De Bas gaat ook niet starten, denk ik. Na die laatste match tegen Egypte. Ik ben er zekerder van dat Batshuayi in de spits staat dan dat De Bas niet start. Ik ook, ja. Ben ik mee eens. Voilà. Oké. Okay. Wat moeten we weten van Canada, Evert? Wel, ik heb mij wat ingelezen over het genie achter de Canadese ploeg die erin geslaagd is om hem terug naar 2K te brengen. Dat is de Engelse coach, dat is John Hurtman. En ik moet het nu bekennen, Canada gaat ons vermorzelen. Ja, ik heb daar een theorie voor. Ik heb me echt heel grondig voorbereid en ik heb daar ook een attribuut voor bij. Ik heb iets in bruikleen gekregen van die John Hurtman. Oh ja. Ik heb een gigantisch zwaard van hem gekregen. Dat staat symbool... voor de unieke kwalificatie die Canada heeft kunnen waarmaken nu. En dat is, die John Hurtman heeft voor de campagne bij een smid in Canada een zwaard besteld. En hij heeft tegen die smid gezegd, ik heb het zwaard nodig voor een broederschap dat op kweesten gaat. Dus hij heeft niet verteld waarvoor het was. Hij zei wel dat er hashtag Qatar 2022 opgeschreven moest worden. En hij heeft dat zwaard in de kleedkamer gelegd bij de spelers en gezegd, kijk, dit is het nieuwe Canada. We gaan aanvallend spelen, we gaan naar voren, we gaan steken. En het zwaard stond daar symbool voor. Hij heeft dat naar alle matchen meegenomen. De spelers moesten dat zwaard beschermen. Ze hebben dat overal mee naartoe genomen. Ze waren ongeslagen in de campagne tot de 13e wedstrijd naar Costa Rica. En waarom? De Costa Ricaanse douane waren de eerste die zeiden, hey, dat zwaard is een wapen, dat mag hier niet binnen. De eerste match dat ze het niet bij hadden, verloren ze. Daarna mochten ze naar Jamaica... Mochten ze het zwaard wel mee binnennemen, winnen ze 4-0 en plaatsen ze zich voor Qatar. En heeft hij dat zwaard Qatar binnengekregen? Of? Ja, ze hebben het bij.
Ze hebben het bij. Ik wou net zeggen, als er Belgische fans zijn, gaat dat maar pikken. Ja, als je dat kan stelen, dan, zijn ze, ja, dan wordt het 10-0. Er staat ook op nihil timendum est, een Latijnse spreuk. Nothing should be feared, staat erop. Dus voilà, die zijn onstopbaar gewoon. Zou jij nu beter gaan spelen als uw coach met een zwaard in de kleedkamer komt? Doe eens rustig. Ja. Nee. Toch totaal niet, hè? Nee. Wel dus een hele Evert, leuke, die gaan ons niet vermorzelen. Wel een hele leuke anekdote. En wat ook leuk is, is een reclameblok. Ja! Godverdomme. Richie zit nu op 13, hè. Dat is zijn lievelingsgetal. We hebben een stukje goed. Nu had Richie echt gewonnen, of? Met Vogel op Pieken heeft hem gewonnen, maar dat is nou niet echt een sport. Hè. In tegenstelling tot pingpong, vind ik. Maar kenden jullie elkaar eigenlijk al? Want het klikte wel precies. Ja, ik ken Richie vooral van de gezangen in de Beerschot-tribunes. Terwijl, ik vind dat echt goed meevalt met die Pierre de Smoel eigenlijk. Geen commentaar. Was Richie niks geweest voor de containercup? Oh. Ja. Ik mocht niet. Ik wou Richie heel graag in de containercup. En ik heb hem ook gestalkt. Ik heb nog eens gecheckt. Ik heb heel veel berichten gestuurd, maar hij niet geantwoord. Hij wou niet. Zat jij negeerder? Nee, maar ik wou gewoon echt niet. En waarom niet? Maar ik weet niet, ik voelde dat al. Alsof het daar niks voor mij was eigenlijk. Er waren weinig voetballers eigenlijk, hè? Voetballers is het moeilijkste soort om aan zoiets te laten meedoen. We zijn hier in onze mansion wel een soort moderne vijfkamp aan het starten, heb ik het gevoel. Dus ik zie dat je vandaag allemaal van spelletjes tegen elkaar hebt gedaan. Daar zit een concept in. 1-1, voilà. We moeten eigenlijk nog een soort finaal beslissend duel doen. Hè? Ja. De Mansion Cup. Ja. Kom nog maar eens terug. Oké. Okay. Voilà. Iets anders, nee, vandaag is beslist. Ah, sorry, nee. Zeg maar. Nee, ik wou eigenlijk zeggen van dat. Allez. Als Beerschot-supporter ja. is Richie wel een soort figuur dat hoort bij de Antwerpen. Dat is zo geen. Er wordt soms geroepen op Richie de Laat, maar dat is altijd met sympathie eigenlijk nog. Hè, omdat dat zo'n, het is echt een speler van de Antwerpen en dat zie ik nog wel graag eigenlijk. Dus wel met respect voor het boegbeeld van de rivaal. Ja, eigenlijk okay. Wel. Maar ik vond dat hem een klein beetje te veel Mr. Antwerpen aan het uithangen was, dus ik heb rap. Voor de luisteraars, heeft een t-shirt hangen met Mr. Beerschot. Mr. Beerschot. Er mocht ook een beetje Beerschot in deze aflevering. Zat genoeg in. Nee. vandaag is beslist iets helemaal anders, een nieuwtje. Ronaldo en Manchester United gaan uit elkaar in onderling overleg. Was onvermijdbaar, denk ik. Ja. Ja, de perfecte oplossing voor beide partijen. Ik ben eigenlijk ergens blij om dat te lezen, dat ze dat zo met elkaar hebben kunnen oplossen. Wel een raar moment om te communiceren, toch? Ja, direct na dat interview. Ik denk dat dat interview alles in een stroomversnelling heeft gebracht. En ik denk dat we nu ook van dat gezeik vanaf zijn. Van Ronaldo, Manchester United. En dan ging dat nog weken voort. Van hij heeft gelijk, heeft jij gelijk. En de club is slecht en Ronaldo is goed. En nu zijn we er vanaf. Ronaldo is vrij transfer. Hij kan gaan waar hij wil. En Man United kan verder. En Ten Hag kan eindelijk met de selectie die hij wil verder. Ah, ik denk ook na datum niet meer daar moeten komen. Heb je al een berichtje naar de voorzitter gestuurd? Voor ons? Cristiano is vrij. Ja, dat is een speler die we misschien kunnen gebruiken. Hè. Voilà. Je weet nooit niet, hè, met de pol. Hij kan hem betalen, denk ik. Zou je dat kunnen betalen? Hoeveel miljoen? Tuurlijk kan hij dat betalen. Hoeveel miljoen per jaar? 36. Wat verdien jij in de maand, Richie? Ook zoiets. Ja, 3 maanden ongeveer. Nu we het over geld hebben, het perfecte brugje, want we hebben een sponsor. Ja. En 2 keer per week, het is Napoleon Games, moet ik natuurlijk ook vermelden. 2 keer per week gaan wij voorspellingen doen. 4 wedstrijden. En zij geven ons geld per juist antwoord. 100 euro per juiste voorspelling. 200 euro als het bij de duivels is. En dat is geld dat wij aan ons goede doel geven. Zalig. Jij hebt gekozen voor? Stop darmkanker. Ik heb gekozen voor Pleegzorg Vlaanderen. Dennis, welke 4 wedstrijden heb je voor ons? Ja, de eerste België-Canada, natuurlijk. Dus... België. België. Oké. Okay. Brazilië-Servië, dat is voor overmorgen. Brazilië. Servië. Oké. Okay. Nederland-Ecuador, de dag erna. Daar zeg ik gelijk, denk ik. Oeh. En dan de laatste... Oké, mooi. En dan de laatste, Argentinië-Mexico. Ja, we hebben dat gisteren al moeten doorgeven. Hè. Ik heb daar gelijk gezet, maar ik zou nu zeggen Argentinië. Ik zeg Argentinië. Ja, ik zeg gelijk dan. Oké. Voilà. Dat zijn de vier keuzes voor de 4 volgende dagen. En voilà. Ik zeg geniet met het gokken, maar gok met mate. Heel mooi. Dank ook aan Napoleon Games om ons geld ter beschikking te stellen dat we kunnen winnen voor onze goede doelen. We moeten zien dat we ze zoveel mogelijk geld aftroggelen. Hè? Allee, absoluut. We moeten gewoon alles binnenhalen dat we daar 10.000 euro aan stopdarmkanker kunnen geven. Dat is de bedoeling. Hè? Voilà.
Heren, dikke merci voor het komen. Is het al gedaan? Het is al gedaan. Oeh ja. Ja, we hebben nog één ding natuurlijk. Hè. Evert en zijn nostalgiecorner. Ja. Voilà. En ik had Mr. Beerschot op bezoek. Voilà. Heel tof. Aan de kijkers en luisteraars, tot morgen. Bye. Karel, welkom op mijn zolder. Dank u. Ik denk dat ik vandaag wel een van de meest speciale items van mijn zolder voor jou klaar heb. Dus ik ben heel benieuwd naar uw reactie. Het is echt iets heel uniek. 1998, het WK in Frankrijk. En er komt uit de doos een paar schoenen. Predators. Ja, correct. Ik heb die gehad vroeger, hè. Ze zijn matchworn op het WK van 98. Echt? Frankie van der Elst, de stofzuiger. Wow. Ja, de Predator, gelanceerd in 1994. Ja, en dit is de Predator Accelerator. Oeh. Dit is de nieuwe versie. Ja, maar voor mij zijn die iconisch, omdat ja, Zidane was toch vooral het uithangbord tijdens dat WK met deze shoes. Hij speelt er ook de finale mee en hij scoort 2 keer met het hoofd. Met het hoofd. De Accelerators hebben niet geholpen. Ik weet dat ik mijn Predator had, dus ik wou die per se hebben. En mijn moeder had gezegd, je krijgt ze, 5000 frank, dus dat was ongelooflijk. Maar ze had een aanbieding zien staan in de Makro. Ja, daar kon je koopjes doen. Ja, maar in de Makro moet je pas binnen als je 12 jaar bent. En die zegt van ja, hij is nog maar 10 jaar, maar hij mag mee voor shoes te gaan kopen. En die man van de Makro zei nee. Allee, jong. Dus ik heb schreeuwend in de speeltuin van de Makro gezeten, terwijl dat mijn moeder dus Predators ging kopen. En dat heeft het wel goed gemaakt dan daarna. Ja. Ik vind het ook vooral funny, de uithangborden waren Del Piero, Zidane, Beckham ook. Frankie van der Elst. Ja, dat is toch opvallend. Dat past in een rijtje. Ook een stofzuiger met deze briljante schoenen spelen. Ik vind het ook, de flap is toch ook iets nieuws van deze schoen. Ja, maar de flap dat aan de mijn is. Dat die zo, de flap dat die de over flap de veters. Dus nu tegenwoordig heb je weer nieuwe, de Predator 2022. Richie De Laat speelt daar onder andere mee. Maar die lijken helemaal niet meer op deze. Dat vind ik zo jammer. Oh. Ik zou wel willen zeggen aan Adidas, alsjeblieft, ga terug naar dit. Welke maat had Frankie? Want mijn shoes zijn toevallig kapot. Ik vind ze klein. Ja, ga je ze aan? Oh, laat eens zien. Krijg je die voet op tafel? Frankie van der Elst is een lilliputter. Zie die een kleine voeten. Oh, ze passen, jongen. Nee, ze passen niet. Dus bij deze denk ik wel dat we de Predator weer in het daglicht hebben gesteld. En ja. Dus bedankt, Frankie, voor de Predators. Ja, ik ga ze toch uitdoen. Ik zou zeggen aan de... Jij strik. Ik zou ondertussen zeggen aan de kijkers... Tot morgen.